70% van het aardoppervlak is bedekt met water. Maar toen de aarde zich vormde, was het zo heet dat al het oorspronkelijke water moet zijn verdampt. Dus waar komt al dat water dat essentieel is voor leven vandaan? Terug naar het begin. Water is een molecuul, bestaande uit twee waterstofatomen en één zuurstofatoom. De waterstofatomen zijn allemaal gevormd in het prille begin van het heelal, tijdens de oerknal. Zuurstofatomen zijn veel later gevormd, in het binnenste van sterren, middels een proces dat we kernfusie noemen. In het heelal komt waterstof zo'n 2000 keer vaker voor dan zuurstof. Door deze atomen als gas bij elkaar te brengen, in de koude en ijle ruimte, maak je nog geen water. Daar is een hulpje voor nodig. De stofdeeltjes. Deze piepkleine zandkorreltjes, 1000ste millimeter in grootte, vinden we overal in de donkere wolken tussen de sterren. Om deze wolken te kunnen waarnemen, moeten we kijken bij infrarode en millimeter golflengtes. En dat kunnen we doen met telescopen in de ruimte, zoals de Herschel-telescoop met zijn HiFi-instrument, bijgenaamd de moleculenjager. HiFi is bij uitstek geschikt om naar water te zoeken, omdat het instrument geen last heeft van water in onze eigen aardatmosfeer. We kunnen ook de allernieuwste instrumenten op aarde gebruiken, zoals de ALMA-telescoop, die op een hoog en droog plateau in Chili staat. Verder kunnen we ruimtewater maken in het laboratorium en het daar bestuderen. Mede dankzij HiFi weten we nu dat de watercyclus in het heelal ongeveer zo gaat. Waterijs vormt zich in koude wolken tussen de sterren. Uit die wolken kunnen zich nieuwe sterren en planeten vormen. Tijdens de ineenstorting van de wolk wordt een roterende schijf van stof en gas gevormd waarin het water terechtkomt. Het kleine stof klontert samen tot grote rotsblokken en kometen die dus ook water bevatten. Waarschijnlijk hebben komeetinslagen een groot deel van het water naar de aarde gebracht. Deze theorie is onlangs versterkt door de nieuwste waarnemingen door Herschel HiFi van komeet Hartley, die laten zien dat de hoeveelheid zwaar water van die komeet precies hetzelfde is als van het water op aarde. Het water in het heelal bestaat voornamelijk in de vorm van gas of ijs. En dankzij HiFi weten we dat water ruimschoots aanwezig is bij alle jonge sterren. Maar op aarde bestaat het ook in vloeibare vorm. Dat is heel bijzonder. De temperatuur is precies goed, want de aarde bevindt zich in de leefbare zone van onze ster, de zon. Op Venus is het te warm, op Mars te koud. Bedenk dat bijna al het water op aarde en in ons lichaam is gemaakt op stofdeeltjes rondom de jonge zon, zo'n 4,5 miljard jaar geleden. Je zou daarom wel kunnen zeggen dat water eigenlijk het intrigerendste molecuul is in het heelal.